Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn weekkampbestelling is binnen en ik wil jullie even laten zien wat ik heb gescoord. Nou, ten eerste deze spijkerflared broek. Met wijde pijpen dus. Hij is iets aan de lange kant. Maar hij heeft van die rafeltjes hier op het einde. Dus ik moet eens even kijken. Wellicht kan ik hem gewoon zelf korter knippen. Want ik vind hem zo wel leuk. En hij zit eigenlijk wel lekker, moet ik zeggen. Lekker high-waisted. Die kost €39,99. En hieronder heb ik een topje aan voor €9,99. Ondertussen wordt HelloFresh geleverd, zie ik. Ja, dat is zo'n ribstofje. En die vind ik nu ik borstvoeding geef echt ideaal als BH. Dan hebben we dit gebreide topje. Voor €19,99. Ik moet er wel iets lichts onder aan doen. Ik hoor Nick op de achtergrond zeggen, plastic moet echt gerecycled worden. Ze hebben thema recycling op school. Echt super grappig. Dan heb ik dit vest. Dit is dus allemaal van Weekamp. Maar ik zie dat dit bijvoorbeeld van de America Today afkomt. Ik weet niet, even niet uit mijn hoofd met de prijs. Want ik heb deze gisteren al aangehad en het prijs eraf getrokken. Maar volgens mij was het iets rond de €25. Die mouwen vind ik ook echt cool. Ik heb een aantal basic t-shirts gekocht. Dat is gewoon super handig voor de borstvoeding. Die komt af, ook van de week komt van Tom Taylor. Die is €15,50 of zo. Of in ieder geval rond de €16. En die heeft hier zo'n hartjes detail. Deze is ook van Tom Taylor. En ik vind het altijd leuk als zo'n t-shirt zo'n klein extra detail heeft. En ook hier moet een wit topje onderheen. Onderaan vind ik. En ik vond dit wel een beetje een leuke retro style, zeg maar. Dus ja, daar ben ik ook blij mee. En ik heb gewoon ook wat fleurigere kleuren voor de lente, zeg maar, gehaald. En deze is van Only. Die was €12,99. Dan heb ik voor €19 nog dit retro vest. Dan zie je ook dat het zo'n ribstofje is. Hij hoort ruim te vallen. Dit is een S. Ik vind het eigenlijk wel grappig. Je moet wel even wennen. Wacht, ik laat hem eens even zien als die dicht is. Zo is die dicht. En ik zie dat ze ook vaak nu vesten in de broek dragen. Maar uit de broek is het zo. Gewoon een beetje baggy, zeg maar. Met een capuchon. Ik moet even wennen, maar ik denk dat ik hem wel grappig vind om zo over bepaalde dingen heen te gooien. En heb ik deze broek besteld. Er stond bij dat die een maatje kleiner uitvalt. Dus in plaats van 34 heb ik 36 gepakt. Maar hij is dus wel aan de ruime kant. Dus daar baal ik wel een beetje van. Aan de andere kant hoeft een broek natuurlijk niet altijd rete strak. En aan de andere kant hoeft een broek natuurlijk niet altijd super strak te zitten. En dit is natuurlijk ook een beetje een baggy model. Hij hoort dus tot op de enkels te gaan. En ik moet wel nog zien die vouw hier uit te strijken. Want hij staat wel erg wijd zo, zeg maar. Dus ik... I'm not sure. Het is wel weer eens wat anders, zeg maar. Dat wel. En hij kostte €39,99. En last but not least heb ik nog wat schoenen gekocht voor de lente. Die zijn van Graceland. En volgens mij waren die ook rond de... €25 of €29. Nou, dat waren de items die ik dus voor mezelf heb gescoord. Ik denk dat ik alles hou. En dan nu nog een aantal dingen die ik heb gekocht voor Elimans. Eli groeit als kool, dus hij is weer door een maatje heen. Hij zit nu tussen de 74 en de 80. Dus ik moest echt een paar items halen. En ik vind dat donkerblauw ook heel mooi staat. Dus daar ben ik voor gegaan. Dit zijn de items. Hiervan neem het een stretch broekje en legging. Voor €8,99. Dit is van Dirkje voor €9,99. Dit is ook van Dirkje voor €5,99. Allebei maar 80. Maar ik heb het idee. Ik hoop dat dit stretchy is. Want hij heeft flinke armpjes. Dus het is even de vraag. En ook handjes. Dus het is even de vraag of die hier makkelijk in komt. En deze is van Little Indians. En daar weet ik helaas de prijs even niet van. En van Nopjes zag ik nog deze sokjes in de hoop dat deze beter blijven zitten dan die ik bij de H&M heb gekocht laatst.